Tarek, broeder, hoe gaat het met je? Alhamdulillah man, we hebben man. Eindelijk. Eindelijk. Hard voor gewerkt. Bro, er gingen veel emoties los in jou na de wedstrijd. Kun je beschrijven, wat ging er door je heen op dat moment? Weet je wat het is, bro? We zitten al meer dan 20 jaar in deze game. En altijd, ik kijk altijd vroeg tegenop, tegen Badr en dat soort dingen. Ja. En je denkt, ja, ik wil daar staan waar hun staan. En we staan er nu en nu draait het om mij. En we hebben de titel, maar het is een geluk, man. Die jongen die geboren is in Marokko. Ja man, en hier staat en de wereldkampioen is. Alhamdulillah man. Alhamdulillah, ja. Dat is het mooiste van het verhaal. Hoe kijk jij terug op de wedstrijd, op Donnegay? Wat voor tegenstander was het? Ik heb, weet je wat het is, elke tegenstander, ook al geef ik een slechte tegenstander, ik hou het beste uit mijn tegenstander. Dat weet je van elke partij van mij. Ik hou gewoon altijd het beste uit mijn tegenstander. Moslo was ook, hè. Ik heb het beste uit hem eruit gehaald. En daarna vecht hij tegen Donnegay. Gewoon heel slecht. Dat heb ik ook precies gedaan bij Donnegay. Ik heb gewoon het beste eruit gehaald. Gefeliciteerd. Het beste eruit gehaald. En ja man, hij heeft het ook goed gedaan. Ik heb gehoord dat je double champion worden. Inshallah man, ik ga eerst lekker rusten. Ramadan, even lekker eten. Misschien even een weekje naar Marokko. En dan gaan we kijken, maar gaan we praten man. Dat is mijn doel man. Want zwager ben ik nog gewoon niet vanaf. En ik weet zeker dat ik dat kan. Je hebt gekeken, neem ik aan, vandaag naar die toernooi. Was het wat? Ik zeg het je eerlijk, ik heb niks gekeken. Oh. Niks. Altijd als je moet vechten, ik sluit me af van iedereen. Ja. Ik zet mijn telefoon weg, ik zet gewoon lekker Koran erin. En ik hou me buiten, man. Wat er gebeurt omheen, doet me niet. Maar ik heb het wel gehoord dat het niet zo goed ging. Heb je nog een boodschap aan de winnaar van het toernooi, Rico Verhoeven? Rico Verhoeven, ik ga even rusten. En ik kom je brood pakken, man. Ik ben de champ, ik mag je uitdagen. Dus bosje maar nat. Rust. Zo kan het beseffen, geniet het, broer.